Het is vandaag vrijdag 19 februari 2016 en ik ben hier bij de aanbouw van de nieuwe Lidl die hier wordt opgericht. En de vorige keer toen we hier waren, waren ze beton aan het storten en nu zijn we al een heel stuk verder. De spanten waren toen al in zicht, maar nu zit er al een dak op en je ziet wel, de mannen zijn daar boven al volop bezig om dat allemaal af te werken. Het is nog een prachtige klus, maar er komt nu steeds meer tekening in het hele verhaal. Ja, zo krijgt de nieuwe Lidl, die krijgt steeds meer vorm. We kunnen hier al zien een beetje met welke gigantische ruimte we hier te maken krijgen straks. Als dat allemaal is overkapt, of overkapt, wanneer dat allemaal is dichtgemaakt en is ingericht. Het zal een mooie winkel worden. Ja, en ondertussen wordt er natuurlijk ook al druk gewerkt aan de parkeerplaatsen die hier ongetwijfeld hard nodig zullen zijn. De bestrating is begonnen en voorlopig gaat de winkel nog niet open, dat niet, maar toch. Men kan het nu beter allemaal maar in gereedheid brengen. Dit worden dan de parkeerplaatsen. En daar zien we dan op de achtergrond dat waarschijnlijk de voorkant van de winkel zal worden. En de ingang. Ja, deze Lidl. Daar wordt al gezegd dat dat ook een concurrent zal worden van bijvoorbeeld de Jumbo op het winkelcentrum De Kompas op de Bergse Plaat. En rijdende weg hier langs deze weg is de eerstvolgende supermarkt die je dan tegenkomt, dat is natuurlijk Jumbo. En vervolgens kom je bij de Zeeland, bij de ja, toch wel heel fraaie Albert Heijn en alle winkels die daar nog bij gaan komen. Er wordt een beetje geklaagd door de mensen van het winkelcentrum De Kompas dat ze min of meer worden leeggezogen door al dit nieuwe wat er hier tot stand komt. Waarbij ook nog eens een keer de genoemde versmarkt komt kijken die gepland is in, ook in Zeeland. We zijn hier nu even snel naar binnen gelopen om even de indruk te geven van de gigantische ruimte die zich hier aan het voltrekken is. Wanneer dit straks allemaal vol staat met waren en de mensen hier hun hart kunnen gaan ophalen om te kopen, ja, nou, dan is Bergen op Zoom in ieder geval weer een stukje rijker geworden van het een of van het ander. Rondom wordt het in de metselsteen gezet. Ja, deze mensen die wonen vlakbij de Lidl. De achtertuintjes grenzen bijna aan de winkel. Dan blijft hier natuurlijk wel een pad langs. Maar deze nieuwe vestiging ligt hier op een hele mooie strategische plaats. Dit is een mooie klus voor de Ten Brinke groep. Kijk naar een mooi cameraatje. Zeg, er wordt echt met baksteen gewerkt om de buitenkant helemaal te voorzien van een zo natuurlijk mogelijke gevel. Ja,